Zo, 8:30 geweest. Hoogste tijd voor de vraag van vandaag. En je kon vandaag reageren op de volgende vraag. Vandaag is de laatste dag van het aspergesseizoen. Dat vind ik. Ja. Ja, dit is alweer de laatste dag van het seizoen. Althans, officieel. Hey, Sint-Jan, en dan stoppen we ermee. En het waren weer lekker dit jaar, hoor. Oh. Maar ja, het is, aan alles komt een eind. Dus ook aan het aspergesseizoen. En jij kon reageren. En er is veelvuldig gereageerd. Dus, want we hadden ook een superprijs. Of dat hebben we. We hebben hem nog niet weggegeven. Namelijk voor twee personen naar Adieu de Asperge aanstaande zondag in de Kasteeltuin. Hè. Jij kunt erbij zijn. Er gaan topkoks uit de regio. Die gaan daar voor de laatste keer dit seizoen met asperges koken. En dan moet je denken aan Hostelrie de Hamert, Brina aan de Maas, de Bijenkurf. Maar ook de Bogaard is daar aanwezig. Zelfs een toppertje uit Amsterdam, een Limburgse kok, Luc Custers. Die komt speciaal naar de Kasteeltuinen om een lekkere creatie te maken. En dat alles wordt afgewerkt met een heerlijk dessert van Theo Klevers. Ja, de ijsbereider. Dus, nou, je had daarbij kunnen zijn. Want we gaven vandaag voor twee personen toegang weg. Ja, kaartje kost toch €65. Dat maal twee is €130. Tappa, we geven het gewoon weg, hoor. Nou, we gaan even wat antwoorden erbij pakken. Vandaag is de laatste dag van het aspergesseizoen. Dat vind ik. Ja, dat vind ik. Pak even wat aan. Oh, wacht, dan moet je wel. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat zegt Danielle. Als grote fan van de asperges zou ik daarom nog één dag van het witte goud willen genieten samen met mijn vader. Van hem heb ik de liefde voor de asperges geërfd. Hij teelde ze toen ik nog een klein meisje was. Oh, ja. Ja, dus daar zit wel wat nostalgie achter. Vandaag is de laatste dag van het aspergesseizoen. Dat vind ik. Gelukkig is dit, is het niet vandaag, maar morgen de laatste dag. Nou, volgens mij niet, hoor. Maar oké, ik ben blij, want dan krijg ik ook geen last meer van mijn rug. Dat zegt Ellen, die zal wel asperges moeten steken dan. En Rob die zegt, spijtig, maar niet zo erg. In de vriezer zit alweer een hele berg. Oh, hij is aan het rijmen. Zodat we tot het nieuwe seizoen altijd een maaltje kunnen doen. Nou, Rob, laten we één ding afspreken. Ik vind asperges, die moet je gewoon eten in het seizoen. En dan zoveel mogelijk, 2-3 keer per week minimaal. En dan gewoon niet. Na het seizoen niet uit de vriezer, niet uit Peru of al die vage landen waar ze vandaan komen. Nee, asperges moet je in het seizoen eten. Dus even kijken. Vandaag is de laatste dag van het aspergesseizoen. Dat vind ik. Ja, nu moeten we weer 9 maanden wachten op die overheerlijke groenten en die ontzettende pislucht. Maar ik vind het wel lekker. Ik dank Moeder Natuur voor deze prachtige groenten. Nou, ik zeg Willem, jij mag met twee personen lekker asperges gaan eten aanstaande zondag bij de Kasteeltuinen in Assen. Jij bent erbij.